Ik was altijd al gefascineerd door camera's. Dit is Luca en hij gaat Mario en gele Yoshi besturen. En ik ga filmen, de cameravrouw. En we beginnen in 5. En zo 4, begon mijn hobby voor het maken van video's. Hallo jongens en meisjes! Wat is het vandaag toch leuk? Is het hier pronkballen? Hé hey, meneer, komt u even? U zou toch meedoen? Ja, wat heeft u toch allemaal meegenomen? Precies 4 jaar geleden kwam mijn eerste video online. Met het idee de nieuwe Enzo Knol te worden. Tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe Minecraft minigame video. Mijn naam is Enzo Knol en vandaag ga ik Skywars doen in een map tussen. De eerste abonnees en views zijn het zwaarst, want die personen zijn bot gezegd alleen je familie en een paar vrienden. Ik had er plezier in, dus het kon mij eigenlijk niet zoveel schelen. Het eerste moment dat er geen bekende abonneerde, was toen mijn eerste video viral ging. Tenminste, ik vond het viral. 55 abonnees, 552 weergaven en 18 likes. Holy shit! Ik heb er 2 jaar over gedaan om de eerste 1000 abonnees te halen en dat was een kwestie van doorzetten. Toen begon het eigenlijk pas echt. Mijn video's werden meer bekeken en de abonnees stegen. Ik maakte een cactusparodie, ging naar een concert van Jacob Sartorius, sprong in de sloot, maakte video's over voetballers, nam een video op met Calvijn, vertelde over mijn reis naar Bolivia, filmde mijn schoolspullen, liet mijn kleding zien, customizede mijn eigen schoenen. Ik heb voor mezelf een mijlpaal bereikt waarvan ik 4 jaar geleden nog niet eens durfde te dromen. Voor sommigen is het weinig, maar voor mij is het veel. 5000 abonnees. 5000 verschillende mensen die aan mijn gezicht willen kijken op YouTube. En dan ook nog eens meer dan 1 miljoen totale views. Waarvan 700.000 van die van Savi Simons, maar dat terzijde. Het is onwerkelijk hoe het is gegaan van toen tot nu. Bedankt. Luca, je hebt de scheet gelaten. En niet zeggen.